Ik ga vandaag. En wat hier te doen is, dat zien jullie zo in de video. Wij zijn. Ik moet echt niet vallen in het Oh mijn god. Hoi, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik ga jullie vandaag meenemen naar de open dag van het HVA. En ik laat jullie hier zien hoe zo'n open dag eraan toe gaat. Samen met de 5 andere YouTubers van dit kanaal. Misschien heb jij een van ons wel gezien. Want wij zijn hier bandjes aan het uitdelen met verschillende kleuren. En onze naam. Als jij deze bandjes hebt, maak hier een foto van. Maak een foto van jezelf met hashtag HVA YouTubers. Deel deze op Instagram en tag ons erin. En wie weet win jij wel 1 dag met een van ons als HVA YouTubers. Heb ik een zonnebril bij me? Weet ik niet. Ik weet het toch niet. Wij zijn net aangekomen en wij gaan nu kijken of we een van jullie gaan zien. En we hebben net even een bandje gehaald en nu richting de Amsterdam Campus. Als je ons tegenkomt. Ja, je bent ons wel tegengekomen verleden tijd. Wie weet. Hey, zie ik hier een HVA-YouTuber. Spaars allemaal. En welke kleur heb jij dan? Wat? Ik heb paars. Spaar de paard. Kom ik ook weer voor Ovi? Oké, kijk, we hebben voor jullie een bandje. Als je deze deelt op Instagram met hashtag HVA voor Spaars, dan kan je een VIP meeloopdag binnen met Ovi. Dit is het. Dit is het. Hoe gaat het? Ja, top. Het is al mijn 5e zak is dit. Het is al bijna op gewoon. Hey, Jane, vertel eens, wat doe jij hier op de open dag vandaag? Nou, ik studeer natuurlijk ook media, informatie en communicatie. En daarnaast ben ik Hogeschool van Amsterdam YouTuber. Wat kan je dan vinden op jouw YouTube-kanaal? Op ons YouTube-kanaal. We zijn met 6 mensen. Ja? En we plaatsen elke dag, behalve zondag, een nieuwe video. Komt er elke dag om 4 uur een video online. Ja. En nou, daar bespreken we echt van alles en nog wat. Ik heb laatst bijvoorbeeld een video gemaakt over 3 tips tegen uitstelgedrag. En, die kan je als student goed gebruiken. Dus als je hier student bent en je hebt issues, wat je natuurlijk eigenlijk als student altijd wel een beetje hebt. Altijd. Dan kan je op jullie YouTube kanaal kan je meer informatie vinden over hoe je daarmee om kan gaan. Zeker, maar er is ook nog een andere zijde. We zijn er ook voor de aankomende studenten. Dus we laten ook verschillende opleidingen zien hoe het daar aan toe gaat. En welke kwaliteit je ervoor moet hebben om daar te kunnen studeren enzovoort. We laten eigenlijk van alles en nog wat binnen de hogeschool zien. Hey jij, abonneer eventjes. Wat hartstikke gezellig, wat leuk met jullie. Leuk jullie gezien te hebben. Vaker doen. En kijk gelijk de laatste filmpjes terug. Doei doei!